Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Miss Effect leidt nog altijd. Aan de buitenkant gaat nu Driedik in de aanval. Mireille Charisma. Harde koers is dit voor alle paarden. 22 rond is de tussentijd. Dat valt dan wel weer mee. De paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Bakker trok daar de proppen bij Miss Effect. Heeft het ook effect? Het antwoord is ja. Miss Effect aan de binnenkant pakt het bit weer op. Maverick aan de buitenkant daarnaast. Daarachter hoopt Erwin Bot op ruimte. Want hij kan... Als hij straks de ruimte krijgt, heel hard sprinten met de Invicta. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Naar het derde spoor gaat nu Megan Flevo. Paarden komen in de laatste rechte lijn. Miss Effect leidt nog altijd. Miss Effect aan de buitenkant. Maverick, daar komt aan de buitenkant de eindsprint van Megan Flevo. Miss Effect aan de binnenkant blijft meesprinten. Miss Effect, Megan Flevo aan de buitenkant. Megan Flevo heeft overgenomen. Megan Flevo, 15-5, de laatste 500 meter. Daar is ook de ruimte voor met de Invicta. Dat wordt dan een hele mooie tweede plaats. Derde wordt Maverick en vierde is Miss Effect. 16-4 voor de winnaar. En daar zijn ze, de officiële winnaars van de Jofferprijs. En dat zijn geworden Megan Flevo met Rick Ebbingen. Rick, gefeliciteerd. Dit was een droomparcours. Ja, we kregen een mooi koers. Maar ik moet zeggen, het paard is heel goed. Het is een dochter van Constantia River, waar je heel veel koersen mee hebt gewonnen. Kun je ze iets met elkaar vergelijken? Nou ja, ze hebben beide heel veel snelheid, veel speed. Deze is misschien wel makkelijker in omgang, iets ongecompliceerder. Ja. Superpad. En Bas zei van tevoren al, het is een paard dat enorm van de rug af kan finishen. Dat heb je super waar gemaakt. Ja, we kregen eerst een mooie rug in de zin van Dion. Toen zag ik dat hij die zou de kop overnemen, maar toen sprong hij. Dus toen kreeg ik stalgenoot voor mij, dus het was eigenlijk ideaal. Wanneer heeft Bas jou benaderd om dit paard in deze koers te rijden? Ja, al even terug. Een maandje terug geloof ik al. 3 weken, ja. Hij wou beslist jou hebben? Ja, dat weet ik niet, maar ik was beschikbaar, dus ik wou hem graag rijden. Top, Rick. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dames en heren, Megan Flevo is een 2-jarige donkerbruine merrie van Muscle Mass uit Constantia River. Gefokt door Aad van Schie in combinatie met mevrouw Titia Ivema. Eigenaar Aad van Schie, trainer Bas Krebas en rijder Rick Ebbingen. En ze winnen hier in een kilometertijd van 1.16.4. Tweede de 1 Meta Invicta. Derde de 2 Maverick. Vierde de 3 Miss Effect. En vijfde de 8 Mireille Gerisma. En dames en heren, daar gaat Rick Ebbingen zijn ereronde maken. Met Megan Flevo en trainer Bas Krebas. En wint na de Jonkerprijs, ook de Jofferprijs. 2 keer bij de 2-jarige klassiekers. En over 2 weken gaan ze weer zien in de productendraverij. Direct een breed duel om de leiding. Aan de binnenkant laat Mette Invicta als eerste lopen. Krebas rijdt nog wel even mee met Maverick. En aan de buitenkant naast hem ligt Miss Effect. Die wil graag naar binnen. Maar Krebas geeft niet thuis en rijdt door. En dus gaat Bakker het nog een keer proberen. Miss Effect aan de buitenkant geeft nog een keer gas bij. En nu is hij Maverick wel voorbij. Miss Effect, Maverick. Daarachter aan de relingzijde ligt Mette Invicta. Aan de buitenkant komt Tesla naar voren met Mick Nione Hazelaar. En daarachter volgt in het tweede spoor Rick Ebbingen met Megan Flevo. Hier zijn we in de start van het veld en daar was één deelnemer. Nummer 10, galop nummer 10. Die een heel lastig nummer van start af had, maar die nu wel mooi in ligt. Mireille Charisma en een galoppade daar voor Mione Hazelaar. Stond op het punt om Miss Effect onder druk te gaan zetten, maar Miss Effect... Nummer 5, galop. Houdt de kop en krijgt nu de aanval van de deelnemer die achter hem lag, Maverick. Maverick is naar het tweede spoor gegaan. Dat doet Krebas ook omdat hij aan de buitenkant Megan Flevo ziet komen. Dan kan hij die mooi een lift meegeven, want ze komen beide uit dezelfde stal. De binnenkant met de Invicta, die wil wel over de kar heen lopen, zo fris is die. En daarachter aan de reningzijde volgt Miss Lins. Daarachter is het dan aan de buitenkant Mireille Charisma. Dan volgt Henk Hamming met Madagascar Boko en daarachter ligt nog de debuterende Miss Wiz. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Miss Effect leidt nog altijd. Aan de buitenkant gaat nu Driedik in de aanval. Mireille Charisma. Harde koers is dit voor alle paarden. 22 rond is de tussentijd. Dat valt dan wel weer mee. De paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Bakker trok daar de proppen bij Miss Effect. Heeft het ook effect? Het antwoord is ja. Miss Effect aan de binnenkant pakt het
bit weer op. Maverick aan de buitenkant daarnaast. Daarachter hoopt Erwin Bot op ruimte. Want hij kan, als hij straks de ruimte krijgt, heel hard sprinten met de Invicta. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Naar het derde spoor gaat nu Megan Flevo. Paarden komen in de laatste rechte lijn. Miss Effect leidt nog altijd. Miss Effect aan de buitenkant. Maverick, daar komt aan de buitenkant de eindsprint van Megan Flevo. Miss Effect aan de binnenkant blijft meesprinten. Miss Effect, Megan Flevo aan de buitenkant. Megan Flevo heeft overgenomen. Megan Flevo, 15-5, de laatste 500 meter. Daar is ook de ruimte voor met de Invicta. Dat wordt dan een hele mooie tweede plaats. Derde wordt Maverick en vierde is Miss Effect. 16-4 voor de winnaar.